Zes maanden geleden heb ik afstand genomen om na te denken, inspiratie op te doen, om rust te vinden en weer energie te krijgen. En misschien ook nog wat nieuwe inzichten op te doen. En dat lukt aardig. Inmiddels zit ik alweer halverwege mijn sabbatical en dus is het tijd voor een evaluatie. Waar beter een evaluatie dan gewoon op school? En wat doe je als eerste wanneer je weer op school bent? En ik heb tijd zat om collega's van hun werk af te houden, want ik heb toch niks te doen. Het is het beste cadeau wat ik mijzelf heb kunnen geven. Maar als ik dan zo op school loop, begint het toch te kriebelen. Kan ik het eigenlijk nog wel? En hebben ze me überhaupt wel gemist? Zo, vrouw Randerbrok, heeft u me een beetje gemist? Nee. Nee? Nee. Nein. Nein. Oh. Hebben jullie me gemist? Nee. Was je weg toch? Nou, meneer Hannaert heeft ja, me gemist. Oh, nee, totaal niet. Totaal niet. Wie? Jou? Ja. Nee. Ik. Tuurlijk niet. Nee. Mevrouw Wijnbergen, heeft u me gemist? Nee. Oh. Mist u me een beetje, mevrouw Van Wissen? Nee, natuurlijk niet. Jongelui, hebben jullie me gemist? Nee! Nee? Oh, wat erg! Ik mis jullie wel hoor. Heel veel zelfs. Jullie zijn nog niet van me af. Maar nog wel eventjes.